De ontwerpwet op de collectieve arbeidsovereenkomst en de wet vrijheid van vakvereniging zijn afgelopen dinsdag met algemene 37 stemmen aangenomen. Voorafgaand aan de stemming moest DNA-voorzitter Jenny Simons de vergadering schorsen, zodat zaken op lijn gebracht konden worden. Na de schorsing bracht parlementariër Aziz Kumar Gayadin de zorgpunten naar voren. Er is enig overleg geweest tijdens de schorsing en ik denk dat we enigszins mee kunnen gaan. Alleen bestaat de gevaar, we moeten even nadenken, voorzitter, wanneer je bij grote bedrijven en gedifferentieerde takken hebt, voorzitter. Je weet, omdat de overheid niet, maar je kan een groot bedrijf hebben en dan heb je verschillende cao's die gesloten worden. We hebben gezien dat bijvoorbeeld in een bedrijf, en de minister gaf aan dat qua regionale spreiding dat zou kunnen, dat in Nikeri een ander cao gesloten wordt, in Saramaka andere. We hadden dat bij Suralco, geloof ik, hier Paranam en Mungo. Maar voorzitter, het zou ook kunnen dat men andere gronden gebruikt om differentiëring te brengen. Minister Suwarto Mustaja van Arbeid was blij met de opmerking van Gayadin, omdat die aangaf dat zijn ongerustheid enigszins is weggemaakt. De bewindsman benadrukte dat met deze wetten de belangen van zowel de werknemers als de werkgevers worden beschermd. Patricia Etnel had namelijk expliciet erop gewezen dat de rechten van arbeiders niet beknot mogen worden. Dus de vraag is nu, de voorzitter van het parlement had het over de wilde staking. Laten we goed kijken naar de definitie van het begrip en het plaatsen binnen dat gedeelte hoe ILO het ziet, zodat we als land onze positie kunnen beschermen. Want conform ILO heeft iedere arbeider het recht om zijn of haar mening te geven wanneer hij vindt dat zijn arbeidspositie in gedrang komt. De ongerustheid en de waarde die het Kamerlid Ednel wijst op wat de ILO juist bepleit, dat wij eigenlijk niet aan de rechten komen, dat wij geen sprake van, wij willen juist ons laten leiden door de ILO-standards, maar daarnaast ook door wat in de CARICOM normaal is. En ook laten we ons leiden door de nieuwe inzichten en de ervaring opgedaan met de met vakbondswezen. En ook op basis van uw inzichten. Hierna werd de wet in stemming gebracht en met algemene 37 stemmen aangenomen. DNA-voorzitter Simons zei dat na lange tijd de wetten op arbeid in Suriname zijn aangepast en gemoderniseerd. Minister Mustaja is blij dat er een aanvang is gemaakt met het moderniseren van de arbeidswetgeving. Sommige wetten dateerden namelijk van de jaren 40. Morgen wordt de ontwerpwet wijziging van het decreet Arbeidsadviescollege behandeld.